Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Dus een goede morgen iedereen. Het is 8 uur en zoveel. En we zijn vandaag 3. We hebben hier ons kiezeltje in beeld. Ons konijntjes. En die gaan we allemaal eten geven. Behalve kiezen, want kiezen heeft zelf eten staan. Dus die moeten we geen eten geven. Dus we gaan er eens aan beginnen. Zo, dat is het kommetje. En dan doen we gewoon... Even. Dat is te veel. Zo, dat is genoeg voor haar. En ze is binnenkort jarig, hè, schattenbol. Alsjeblieft, uw eten. En dan gaan we naar het andere konijn. Ja, ze moet nog wel meer stro hebben, maar dat komt nog. Goedemorgen, schat. Nee, maar kom ik ook. We gaan er niet te veel in doen, omdat hij niet te veel eet van dat ding. Dus je kunt hij beter wat stro geven eigenlijk dan dit. Maar het is beter dan niks. Alsjeblieft. Nee, kijk, voilà, dat doet ze dan. Dat zit dan niet nodig. En dan ons Kristeltje, die eet eigenlijk gewoon... deze op. Dus dat zijn eigenlijk haar korreltjes die ze eet. Dus dat is eigenlijk een beetje wat dat elke morgen gebeurt. Dus dat gaat zij dan eten. Gisteren was het autisme dag, maar vandaag is het een andere dag waarschijnlijk. Maar ik zou het niet weten welke dag het vandaag is. Allee, ik weet welke dag het vandaag is. Hè. En dit hebben we al, ik heb het, dat is nu de andere kalender moet ik nog hangen. Dus, maar ik ben wel blij met al die tekeningen die hier hangen. Kijk. Nog steeds hier hangen. Ik zet mijn oude naam op. Ik ga binnenkort ook eens kijken of ik hier geen ding kan hangen voor een kader. Want ik heb namelijk nog een kader. En die kader zou ik graag willen hangen eigenlijk. Omdat het toch wel leuk is omdat er mama ook op staat. Dus ik heb hier wel niet echt iets om te hangen. Dus ik wil het graag oppakken. En ook, ik wil graag... Ik ga hem even laten zien trouwens. Ik ga hem even op de grond leggen, want anders gaat hij niet zien. Hop. Ik ga hem even draaien, ik denk even geduld. Deze. Dat ding, maar wat voor een schilderij is dat? Dit heeft Kenny gemaakt. En op zijn school. Zijn fantasie gebruikt. Ik heb dat schilderij ooit gekocht. 50 euro. Dat blijft vooral bij mij. Dus, en later, als Enzo 18 is, of is, ik weet natuurlijk niet wanneer ik ga sterven, hij opent nog heel lange kleef, dan krijgt hij dat schilderij. Dan krijgt hij dat van mij, voor dat dat van zijn papa is. Dat is ons kiezeltje momenteel. En dan krijgt hij dat schilderij eigenlijk, en dan ga ik hem dat geven als cadeau. Dat geluid dat hoort op de dingen is eigenlijk deze. Dat is dat ding dat zoveel lawaai maakt eigenlijk, de hele tijd. Dus... Wow, sorry, dat beeld dus even. Maar mijn handen zijn moe, ik ben echt kapot, dus het kan even fout lopen soms. Dus voilà. En dit is dus, als je laat maar weten in de comments wat je ervan vindt van het schilderij. Dus, en staat echt zijn naam op, hè. Dus niet. Dit is dus gemaakt, hè. Toen, de datum. 50 euro betaald ooit. De TikTok is opgenomen. Dus dat vind ik ook wel leuk. Allee, ja, ik wil ook... Het is heel moeilijk opnemen, TikTok. Als je denkt, het wordt donker. Ja, het gaat donker worden, want ik heb hier geen licht. Nee. Maar ik moet wel mijn jas hebben. En nog een trui, als dat misschien mogelijk zou zijn. Een trui. Misschien is het daar nog een trui. Het ziet er nog niet zo heel warm uit, dus spreken dat het morgen... Het zou 20 graden worden en dan kunnen die konijnen buiten spelen, maar als het zo koud is, dan gaat dat niet. Dus een beetje een probleem. Straks komt de Kenny trouwens nog. Die gaat dat bed naar boven brengen. En dat bed gaat hij dan... En dan normaal is hij in zijn bed naar beneden komen. Meestal gelijk wordt dat bed... Ik zou dat bed boven willen laten staan, omdat het makkelijker is, omdat ik dan meer ruimte heb. Maar ja, we zien het wel straks eigenlijk. Als dat bed naar boven is, zal ik al gelukkig zijn en blij zijn.
Ik ga het even door welke wereld eigenlijk is. Zo, dat is eigenlijk onze lucht. Het is echt een kat. Ja, dat daar zandbak, dat is eigenlijk in daar. Dus het is een beetje onvoorzichtig. Niet echt, maar ik wist niet wat ik ze moest zetten. En die worden trouwens verkocht, die zetels. Heb je gezien in de vorige vlog. En die zetels en die stoel is kapot. En dat daar staat, daar komt zand in binnenkort. Maar dat moet nog allemaal een beetje uitgezocht worden. Dus als je denkt van dat hoog is een beetje rommelig, dan weet je dat dat komt. Dat is allemaal ook nog, ja, kringloopwinkel. En al die dingen moeten ook nog allemaal sorteerd worden, dus hij dat weet. We gaan de diertjes bevrijden. Je mag vrij rondlopen op mijn snuffeltje. En dan Muffin is de zwarte. Die is altijd in de rouw, hè. Ze hebben het al een beetje moeilijker. Dat is onze Muffin. De volg op Instagram op Muffin Bollard en Snuffel Bollard. Wie is mijn kleine vriend? Hoe is het met elkaar, een vriend? Mijn dikke vriendje. Mijn dikke vriend, hè. Ja. Mijn heel dikke vriend. Hopla. Zusje. Ik ben de kon aan de camera. Hallo. Wacht even. Ik zie dat ze niet valt, hè. Als hij om haar pijn te doen, want ik kijk, ze wilt. Ja, dat is beter. Ze is in de zetel hier. Dag kijkertjes, zegt. Dag kijkertjes. Ze wilt, hè. Ze wil wat meer vrij van mij. Maar ze weten ook geen kapertjes doorbeten of ze krijgen poepies. Hè? Ja. We zijn ondertussen thuis. Kenny is naar de beenhouwer. Moet ik niet doen. Maar het stinkt hier een beetje. Ah, dag Kiesje. Welkom. Dus Kiesje is haar oma aan het zoeken. Want ja, zodat jullie weten, in het ziekenhuis. Nu was er gisteren in een vlog. Dus... Dat ik gisteren, ja, mooi gemoed had om te vloggen. Dus, ik wist ook niet wat ik moest vloggen. Ik moest even nadenken wat ik ging doen. Dus, garage open. Plat liggen. Nee, dat gaan we niet doen. Plat liggen in de zetel. Het is niet omdat ik nu alleen ben, dat ik niet moet kruisen. Dag, Kriseltje. Ik wil te snel weg. Ik ben even stinken, jongens. Bedankt, er is gedweld tegen stof, zegt ze. Dag Muffin, Snuffel, Baffianen. Zo, het had ook die bak geweest zijn, want ik heb een kattenbak voor konijnen. We zeker daar niet gaan. Maar we gaan eerst even zorgen. Zo. De graaf en hup dit echt. Dus we te pakken. Er zijn overal beertjes. Ik vind dat wel leuk. Er moeten ook overal beren staan. Dus, en daar staat wel een klein stootje. Dat vind ik wel. Ik ga nu eens naar de garage. Want ik film niet als ik aan het fietsen ben. Dat vind ik gevaarlijk. Doen we het niet. Vonden jullie dit een leuke video? Zeker duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.